FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Piet Klerks. Een paar dagen na de euforie van Leeuwarden moet NEC alweer aan de bak. Dat hadden ze liever een dagje of misschien wel twee dagjes later gezien. Maar dat was allemaal niet meer te verschuiven. En dus speelt NEC vanavond in Volendam aan de dijk. De openingswedstrijd van de 24e speelronde. En doet de ploeg van Rogier Meijer dat als nummer 7 van de ranglijst. Op bezoek bij het nummer laatst, want dat is Volendam na vorige speelronde alweer. Spelervatting Volendam richting de tweede paal, waar Sandler verdedigt. Borja Sanchez dat een beetje half doet. En hier is De Haan voor Volendam. Die doet dat slim. Dat was leep. Een beetje gochme. Hoekschop, Sillissen blijft staan, dan is het raak. En dat is Semedo. Die hem binnenkrikt in de 8e minuut. Eerste basisplaats. Eerste goal voor Semedo. Rachfijn hoekschop. Zitten ze in de drukte. Kan ook niet komen. En Semedo torent boven alles en iedereen uit. En dan gaat hij toch even kijken. Volgens of er niet sprake is van hinderlijk buitenspel van Booth, denk ik. Dat zou het dan moeten zijn. En hier staat Booth voor de neus. Echt in de lijn van Sillissen. En als je dit beeld zo ziet. Hij gaat hem afkeuren. En dus blijft het 0-0. Komt de NEC goed weg? En sterker nog, hier is de ploeg van Meijer met een enorme kans. En in de rebound kan hij nog worden binnengeschoten. En die telt wel. Het is de openingstreffer in deze wedstrijd van Sontje Hansen. Zo gebeurt er een heleboel in de eerste 10 minuten. En past dit natuurlijk volledig in het jaar van Volendam. 2 minuten na de afgekeurde treffer van Vivaldo Semedo. Gaat hij van de NEC wel tellen. 13 minuten onderweg. Er is al veel gebeurd aan de dijk. En hier is de hoekschop van Schöne. Bennemarmer half. En dat is nog vrij spectaculair ingeschoten. Door de man die al een aantal spectaculaire doelpunten maakte dit seizoen. En nu Sillissen met een voortreffelijke reactie. Weer gevaar uit een hoekschop voor Volendam. Wie zoekt het avontuur? Schöne. Nou, NEC zoekt hier het avontuur met Sano. Dat is een lastige hoek, maar wat mooi binnengeschoten door de Japanner. En zo staat NEC met 2-0 voor. En dreigt er weer een avond om compleet moedeloos van te worden voor Volendam. Er valt bij NEC werkelijk alles goed. Beleven zij een topweek. Wel gevaarlijk geweest uit de hoekschop Volendam, maar dat is nu niet anders. Ga maar net naast. Hoedemakers. Voorzet. Nou, één knikken. Ja hoor, het is 0-3. Naar de slagbank gaat Volendam. En het kondigt zich eigenlijk allemaal al wel aan. Het is zijn eerste voor NEC in de competitie. Sillasso droomde van deze basisplaats bij de club waar hij zoveel van houdt. En NEC hoeft niet eens heel goed te voetballen. Sterker nog, het is van de ploeg van Rogier Meijer. Maar het is ook 0-3. Volendam voetbalt als een ploeg die al gedegradeerd is. Borja Sanchez. Versnelling. Borja Sanchez terugleggen. En Bakhuis voorkomt hier een vierde treffer. Kan alsnog als Sano begint te goochelen in het 16 meter gebied. En Hoedemakers afdrukt. En die bal wordt nog aangeraakt. Zo was heel dicht bij zijn tweede. Volendam van het kastje naar de muur in deze Nijmeegse aanval. En zo stuit dan op Bakhuis. Schöne met de corner. Met de heup. De bal weer ingebracht. Feyenoord de tegenstander van NEC in de bekerfinale. Resultchik. Semedo onderweg. Gezien. En daar is Semedo. Geen buitenspel. En daar is de goal van Volendam. Zo heeft hij zijn doelpunt alsnog te pakken.
En er zit een hoopvolle start van de tweede helft aan. Een razendsnelle tegenstoot. Ulcik met zijn zesde assist van het seizoen. En hij dan toch met zijn goal. Vivaldo Semedo. 1-3. En wie weet. Sandler, Van Rooij, Hansen. Sandler doorgelopen. Hansen heeft hem niet nodig, want hier is Borges Sanchez. En die probeert het in de korte hoek en raakt de paal. Slimme poging van Borges Sanchez. Buiten bereik van Backhaus, die geluk heeft daar. Bijna was de marge weer 3. Ogawa, mooi doorgespeeld. Sherry nog een keer breed en dan wordt het... Nee, het wordt niet 4-1. Uitstekende redding weer van Backhaus. Niet zonder schade. Sandler. De bal van Sandler richting Sherry. González aangesloten, bediend door Sherry. Ook hij niet. En zo houdt de NEC Volendam nog in leven. Sherry. Terug naar de man van de hoekschop. In paniek nu bij Volendam. Liep al trekkenbenen door het 16 meter gebied. Maar dat, ja, dat leek iets met zijn bovenbenen te zijn. Ja, hij krijgt die bal op de zijkant van zijn hoofd. Goedemakers. Van Rooij. NEC lijkt weer wat bij te schakelen met de entree van die nieuwe mensen. En hier is het 4-1. Robert González, ja, het is een absolute kwaliteitsinjectie natuurlijk als je deze Spanjaard kan brengen. Charon Cherry kan brengen en Ogawa kan brengen voor het laatste gedeelte van deze wedstrijd. En zo neemt NEC weer wat nadrukkelijker afstand van Volendam. En is het 1-4. Derde goal dit seizoen in de Eredivisie voor Robert González. Vrijgespeeld, alle tijd en ruimte weer om te draaien en te schieten. Booth. Muren is onderweg. Booth heeft hem niet nodig. Kan het ook op deze manier doen. En dan is dat nog een goal. Voor Volendam wordt het 2-4. Ja, zo gek als in Nijmegen zal het ook waarschijnlijk niet meer worden met die 3-3. Met 3 goals diep in de wedstrijd. Maar het ziet er allemaal wat draaglijker uit nu voor Volendam. Sherry. Rechtdoor naar González. Alle vrijheid geniet. En dat geldt hier ook voor Verdonk. En dan gaat hij er daarna alsnog in. Dan wordt het 5-2. En dan zit voor Olden Larsen natuurlijk wel een mooi moment. Want hij zat hier tegenaan te hikken. Het is zijn eerste Eredivisie goal in zijn 14e wedstrijd. 2-5. Het ziet er allemaal heel donker en somber uit voor FC Volendam in de Eredivisie. Na een nieuwe nederlaag thuis tegen NEC.